De kerstverse comité toppers in ons midden. Wil ik graag even naar voren hebben. Nick Gersen en Ozan Arslan. Jullie mogen even naar voren komen. Want deze twee heren, we hebben ze net al een beetje aan de gang gezien tijdens de comité training en straks tijdens de demonstratie. Zij hebben meegedaan aan de Europese jeugdkampioenschappen in Azerbeidzjan, in de stad Baku. En hebben daar allebei heel goed gepresteerd. Zij waren verantwoordelijk voor twee podiumplaatsen op het Europese kampioenschap. En dat is best een applausje waard. Nick Gersen, naast mij, heeft de eerste plaats gehaald in de categorie min 68. En daarmee dus de gouden medaille. Ozan Arslan, die had wat heel bijzonders. Ik weet niet of het al eerder gebeurd is. Maar Ozan was zijn tas kwijt, is niet aangekomen. Dus moest het met geleende spullen doen en is daarmee toch nog tweede geworden. En heeft daarmee een zilveren plek geplaatst. En dat kunnen we natuurlijk allemaal lezen in de Taiko. En mijn vraag is, was het leuk in Azerbeidzjan? Ja, dat was zeker leuk. Ja, maar, was ook leuk uitgaan daar? Uitgaan? Hebben jullie alleen maar gesport? Alleen sporten. Heb je er veel voor moeten trainen om de eerste te worden? Ja, elke dag gewoon. Elke dag in dag uit gewoon trainen. En nu ben je klaar? Nou, nee, nu begint het eigenlijk pas. Nu door trainen. Heel goed. Zitten jullie nog op school? Ja, HBO. Je doet dan naast de sport ook nog HBO? Is dat niet heel moeilijk? Ja, zeker. Dat moet ik niet kennen. En als je nou slechte cijfers haalt, mag je dan wel trainen? Nee, dan trainen. Ik zag net een paar meiden. En die vroegen of je al verkering had. Nee, ik heb nu geen verkering. Oh, horen jullie dat, meiden? Hij heeft nog geen verkering. En Ozan, als jij ruzie op straat hebt, hè, win je dan altijd? Ik heb nooit ruzie. Je hebt nooit ruzie? Je hoeft ook nooit te vechten? Nooit. Nee, ik hoef ook niet te vechten. Ah, heel goed. Ik heb me wel afgevraagd, hè. Denk je de concurrentie er niet van dat ze je koffer kwijtgemaakt hebben? Denk het wel. Volgens mij is dat ook zo, ja. Ja. Maar heb je nu spullen van andere mensen kunnen lenen? Ja, van Saré, die daar mee sliep, de kamer zeg maar. En de bondscoach had schone kleren. Ah, oh, heel goed. Sokken, t-shirt. Ook een nieuw pak? Een nieuw pak. En de volgende keer als je nu met het vliegtuig gaat, doe je alles aan en dan niet meer in je koffer? Dan neem ik geen koffer mee. Ja, heel goed. Nou, een geweldige prestatie. Namens al deze kratenkaars van harte gefeliciteerd. En we hopen in de toekomst natuurlijk veel van jullie te mogen horen. Ja, geef die bosse bloemen en dan mag gekust worden, hè, dames. En Nick heeft nog geen verkering, hè. Ozan? Je mag alleen blijven staan. Nick ook? Nick erbij? Nick? Je mag alleen blijven staan. Ja, je dacht dat je klaar was. Wil ik nog even het woord geven aan de voorzitter van de KBN, de heer David Rovers. Dankjewel, Roy. Johan, kom jij bij me staan? Ja? Wij als bestuur van de Karatebond Nederland zijn zeer blij met jullie uitstekende prestaties. Nick al voor de derde keer op rij, nu de eerste plaats. Zeker de derde bij de wereldkampioenschappen en de junioren Europese kampioenschappen. Dat is supergoed. We hebben jou tijdens de NK Jeugd kunnen promoveren tot het eerste dan. Want bij de Karatebond kun je eigenlijk op twee manieren een zwarte band halen. Dat is door examen te doen. En een andere methode is door een prijs te halen op een zeer groot toernooi. Want iedereen begrijpt dat je dan niet meer hoeft te bewijzen dat je er heel wat van kunt en ook heel wat van weet. Ozan,
Ik zie jou nog steeds met een bruine band lopen. En dat is, vind ik, een tweede plaats van Europa niet waardig. Als bestuur hebben we daarom besloten dat het volledig terecht is als jij een promotie tot eerste dan zou krijgen. En die willen we jou nu graag overhandigen. We hebben het niet gepakt, maar ik heb het al verklapt, want het is een diploma. Het is een zwarte band. Ja? En bedenken. Hartstikke leuk. En je tas was kwijt. Nou, dan hebben wij toevallig een hele mooie tas van ons bureau. Dus, ja. En Nick, jij ook, want ook jij hebt natuurlijk super prestatie geleverd. En het mooiste is dat jullie er zo bescheiden bij blijven. Ja? Dus op naar de volgende toernooi. Ja, dan doen we even de weef, hè. Ga staan in de hoek. Begint u met de weef, dames. 3, 2, 1, ja, komt u weer. Ah, nog een keer. Hij is niet zwarte band waardig. Kom, nog een keer.